Jona, de laatste keer dat ik je zag, waren we op de bowlingbaan. En daar was jij ook present. Want, ja, jij bolt al heel wat jaartjes. Ja, vanaf 2001 ben ik lid van de woningvereniging Middelburg in de Kruidmolen. En daar gooien we iedere week gewoon een balletje. Ja. Nou, dat is meteen een bruggetje natuurlijk, want we zitten ja. hier, zitten hier niet voor niks, want jij bent wat aan het organiseren. Dus leg eens even uit. 12 maart organiseerden wij een bowlingtoernooi voor, in de eerste instantie was het de horeca in Middelburg. Dat liep echt als een trein. We hebben de VOM benaderd voor hulp. En daar is nu een serie bij gekomen met ook detailhelden, met winkels. We hopen uiteindelijk 12 maart het toernooi te gooien met 48 teams. 48, dat is heel veel. Ja, 48 teams. Ieder team heeft drie spelers. En om er een leuke dag van te maken. Het wordt verdeeld in 4 series. Ieder team gooit voor 3 games. En uiteindelijk van het verhaal komt er een nummer 1, 2 en 3 uit. We hebben een leuke een grote wisselbeker. We hopen dit natuurlijk. Dit is de eerste keer dat we dit organiseren en we hopen natuurlijk volgend jaar een vervolghand te geven en grote. Maar het is behoorlijk groot voor een try-out, want het zijn zo'n 150 mensen. Jullie hebben daar een baan of 6? 12 banen. Oh, 12 banen. Ja, dus we hebben nu gekozen voor 4 series. Dus dat iedere serie zijn alle 12 banen zeg maar bezet met een team. En uiteindelijk van de dag gaat die wisselbeker gaat eruit. Ik heb 31 teams die hebben toegezegd dat ze mee willen doen. Verdeeld over een aantal bedrijven en zaken. We kunnen naar 48. Dus ik heb nog plek. Oké, dan ga ik je mailadres erbij zetten. Of, Ja, goed idee. We gaan sowieso vandaag en morgen een weekend de stad in. Mensen kunnen me altijd bellen of bereiken. Ik ga ook flyertjes neerleggen. Zodat de bedoeling een beetje duidelijk is en bedrijven kunnen bellen of mailen om in te schrijven en mee te doen. Ja, superleuk. Ja. Mooie dag wordt dat. Ja. Ik hoop het van wel. Het wordt in ieder geval een hele drukke dag. Ja, dat komt goed. En de Kruidmolen, dat is aan de Kruidmolenlaan. Iedereen kent het complex wel, denk ik. Klopt, ja. Iedereen kent de bowlingbaan, denk ik ook wel. En ik neem aan dat je ook gewoon mag komen kijken en een biertje komen drinken. Ja. We hebben genoeg ruimte. We hebben een extra zaal gaan we open doen met bar. En dat belooft een leuke dag te worden. Veel gezelligheid, veel geinige prijsjes tussendoor. En we hopen dat dit een opzet is voor een jaarlijks terugkomend iets. Nou, hartstikke leuk man. Ja. In de zomer hebben we natuurlijk het volleybaltoernooi. En in de winter is het meestal iets rustiger. Dus misschien is dit een leuk alternatief om erbij te doen. Ja, nou, het is een mooie zondag. En dus 12 maart heeft het toernooi ook al een naam? Of, Ja, het wordt het eerste VOM bowlingtoernooi. Middelburg. VOM, omdat verenigt natuurlijk alle ondernemers van Middelburg. En dat is ook natuurlijk de bedoeling. Gezelligheid staat natuurlijk voorop, maar ook verbinding van bedrijven en ondernemers uit Middelburg. En laten we hopen dat het leuk wordt. En dat we volgend jaar een XXL kunnen gaan lanceren, zeg maar. Nou, is helemaal goed. Dan komt Wijs aan de Stad, komt ook nog eventjes kijken. Uiteraard, gaat er wel vanuit. Gezellig. Is helemaal goed. Hey, dankjewel voor je toelichting en we zien elkaar binnenkort. Graag gedaan.